Deze podcast maken we samen met Joyn.cc, de fietsapp voor alle wielrenners. Zin om te fietsen, geen zin om te fietsen, toch gaan, jezelf op die fiets trekken, regen, hitte, omhoog, omlaag, zweten, puffen, slechte poten, wonderbenen, genieten, afzien, doortrappen, douchen en door. Het leven van een renner gaat niet over rozen en al helemaal niet als je jezelf wil verbeteren. Maar hoe dan? Waar moet ik nou op letten als ik gericht beter wil worden? Als ik harder of verder wil gaan of gewoon fitter wil worden en meer wil genieten op de fiets? We gaan het hebben over trainen, eten, slapen. Op zoek naar de fundamentele principes, maar vooral ook naar tips en slimmigheidjes waar we morgen mee aan de slag kunnen. Je luistert naar de Beter Worden podcast van Live Slow, Ride Fast. Mijn naam is Stefan Bolt en tegenover mij zitten ze, Laurens ten Dam en Jim van den Berg. Trainen, eten, slapen. Welke pakken we er vandaag uit, meneer van den Berg? Eigenlijk. Ja, het is slapen. Ja. Ja, en dan vertalen we dat even vrij naar herstellen. Precies. Ja, waar slapen dan een soort van. Ja. Een van de mogelijkheden van zou kunnen zijn. Ja, en als het goed is gaan we het hele palet aan herstellen behandelen vandaag. Ja. Op zich niet een heel breed onderwerp of zit er heel veel achter? Nee, het is juist. Ik heb heel erg veel zin in deze podcast, want het is juist heel breed. En eigenlijk is het, volgens mij is het voor jou ook heel leuk, want het is eigenlijk alleen maar shortcuts. Ja, ik heb ook een heel lang lijstje met vragen. Ja, precies. Werkt dit? Werkt dat? Werkt zus? Ja. Dus maar eerst waarom is het een? Waarom is het relevant? Ja, eigenlijk, maar wel belangrijk om hem neer te zetten, denk ik. Want het herstel draagt eigenlijk, is de key factor hoe zwaar je en hoe snel je weer je volgende training kan doen. Of hoe zwaar of wanneer je meerdere dagen achter elkaar wil presteren, hoe goed je weer de volgende dag kan presteren. Ja. En hoe sneller je herstelt, hoe meer trainingsbelasting je aan kan, hoe sneller je nog veel beter kan worden. En dan nog zo'n basale vraag, wat is herstel? In de natuur streeft alles naar evenwicht en training brengt dat uit evenwicht. En het herstel zorgt er weer voor dat er weer een homeostatisch wordt bereikt. En dat is wanneer het weer terugkeert naar zijn evenwicht. Dus goed woord. Dat is, en wat keert dan terug naar zijn evenwicht? Het lichaam. Eigenlijk wat er gebeurt in het lichaam, dat noem je tijdens het sporten worden de voorraden die opgeslagen liggen in je lichaam worden afgebroken. Dan is je lichaam in een katabole staat. Dan zijn er katabole processen aan de gang. En tijdens het herstel worden die processen eigenlijk omgekeerd. En dan ontstaan er anabole processen in het lichaam. En dan worden die voorraden weer aangevuld. En dan keert alles weer terug naar het evenwicht. Zodat je weer opnieuw dat geintje uit kan halen. Gaat het om meer dan spieren? Ja, het gaat om meer dan spieren. Wat dan allemaal? En hoe belangrijk zijn spieren in het herstel? Omdat in dit specifieke geval van wielrennen, of tenminste die fysieke inspanning, is het natuurlijk wel echt dat spierskeletsysteem dat moet dat doen. Dus in ons geval is het eigenlijk vooral spieren. Ja. Maar ik denk dat je ook wel langs. Ben je al verrast eigenlijk? Dat is een spier, ja. Oh, ja, oké. Okay, okay. Okay. Maar dat is het, dan, als ik denk dat de meeste mensen bij spieren denken spierpijn. Hè? Voetballen, hardlopen, spierpijn. Het spierskeletsysteem, dat moet in een fysieke inspanning, dat moet dan herstellen. Maar bij wielrennen heb je niet heel vaak spierpijn. Spierschade. Er is wel heel veel spierschade. Okay. Echt spierpijn, wat je bijvoorbeeld echt hebt bij krachttraining, heb je niet, nee. Maar als het goed is, heb je ook, als je op een gegeven moment een beetje goed bent geworden of beter wordt in krachttraining, heb je ook niet iedere keer massive spierpijn. Eigenlijk is spierpijn sowieso iets waarin je soort van, dan ben je eigenlijk wat te ver gegaan. Dus. Ja. Maar er is wel, vergis je niet, na een fikse inspanning is er behoorlijk wat spierschade en dat moet wel weer hersteld worden. Ik heb, want als ik het over herstel nadenk, en we hebben van al die punten staan er misschien wel 8 van de 10 gaat over voeding. Is dat ook spierskeletsysteem of noem je dat, de brandstoftank die je weer vult? Ja, de glycogeenvoorraad die opgeslagen ligt in je lever, dat is ook weer dat weer wordt aangevuld. Ja, okay. Is natuurlijk, dat is ook herstel.
Het is niet alleen de glycogeenvoorraad, bijvoorbeeld in je bloedsuikerspiegel en in je spieren. Maar dat is zoiets. Maar ik dacht dat juist dat jij eigenlijk meer bedoelde, je moet ook mentaal herstellen. Ja, dat ook. Dus je moet ook, als je de hele dag berg op berg af hebt gereden. Ik heb eigenlijk gewoon, om het dan maar in het kader van, wat ging in mijn hoofd rond. Ik had eigenlijk drie elementen waarvan ik dan, het hart, en dat schaarde ik dan even niet onder de groep spieren. Ja. Dus de spieren, ik vraag me gewoon af, is het hart, is dat iets wat herstelt? Nou, wat een inspanning heeft gehad. Dat loopt als het goed is geen schade op. Nee. Okay. Dus die laten we even buitenkopen. En dan inderdaad mentaal. Ja, dat denk ik ook. Dat ook wel echt een belangrijke factor is. Laten we eens eventjes laten we het gaan afpellen in deze aflevering. Maar eerst, standaard vraag. Wat doet de amateur verkeerd? Best wel een negatieve vraag eigenlijk, realiseer ik nu. Maar ja, er gaat zoveel mis. Sorry luisteraar. Sorry ook naar mezelf, zeg ik dat dan. Ja, wat gaat er het meest mis? Ja, wat zegt zo'n geëikte fout van herstellers, van amateurs in het kader van herstel? Dat die de volgorde van wat je moet doen eigenlijk als je dan thuis komt, eigenlijk niet helemaal goed aanpakt. Ja. Dus de verkeerde prioriteiten stellen. Wat doen ze vaak en wat zou het moeten zijn? Nou, vaak blijven ze 1 heel lang in de fietspak. Jammy time. 2, bijvoorbeeld, dan denken ze het heel goed te doen, meteen grijpen naar eiwitten. Terwijl je dat, als je dat veel later neemt, dat is ook prima. Hè? Hydrateren. Eigenlijk is bijvoorbeeld de belangrijkste regel als je thuis komt of als je zware inspanning hebt geleverd. Eerst hydrateren, dan koolhydraten en dan pas eiwitten. Dat is een soort van de prioriteitenvolgorde die je aan moet houden. Natuurlijk kan hydrateren met een koolhydratendrank of waar ook al wat eiwitten in zit. Dus dat je een combinatie maakt van alle drie. Dat is heel goed mogelijk. Maar prioriteit 1 voor je lichaam is zorgen dat je vochtvoorraad weer op peil komt. Dan eigenlijk koolhydraatvoorraden en tot slotte pas eiwitten. Ja. En vaak zie je dat dan een soort van andersom. Of het gebeurt eigenlijk helemaal niet en er wordt in het fietspark meteen een biertje gedronken. Ja. Nou is dat misschien meteen een heikel onderwerp. Ja. Wat de meeste mensen niet willen horen. Ja. Let's get it over with, Jim. Ja, wil je deze bijzen er meteen aftrekken? Slik hem gewoon even door. Ja. Ja. Nee, het punt is dat je dus alcohol doet een paar dingen. Het is vochtafdrijvend en het belemmert eigenlijk de eiwitsynthese. En daarnaast is je lever dan weer bezig met alcohol afbreken in plaats van weer opnieuw koolhydraten opslaan. Ja. En dat zijn dus allemaal... Het is drie keer kut, eigenlijk. Wat kut, vrouw. Kunnen we dit eruit editen? Ja, dus als we dit er gewoon uithalen, Bruno... Alcoholvrij bier. Ja, nou, maar alcoholvrij bier is dus hydrateren en er zitten koolhydraten in. Ja. Dus dat is, ja, dat is best wel... Dat zie je ook weer steeds vaker. 0,3? Ja, dus kijk, en uiteindelijk... nee, pushing. Maar de vraag is natuurlijk ook voor jou. Als jij een belangrijke inspanning hebt, dus je hebt naar een mommel toe getraind en je komt daar over de finish, dan heb je echt wel je biertje verdiend. Ja. Maar wacht nog even een uurtje, anderhalf, dat je even eerst richt. Ja, als je ook al was dat je grote dat doel, pak niet meteen je eerste biertje. Wacht nog even heel even. Ja. Dus ook naar je grote doel, want dat zou ik zeggen, maakt toch geen reet meer uit, joh. Je gaat volgende grote doel is over 2 maanden. Pak hem pas 's avonds, als je aan het avondeten zit en je pakt dan een bruin biertje, waar flink ook wat koolhydraten in zitten. Daar is niet zoveel mis mee. Dat kan eigenlijk wel. Maar wacht het liefst even een paar uurtjes. Maar als je 2 maanden later pas weer een doel hebt. Serieus vraag. Ja, van mijn part zuip je meteen een stuk in je kraag. Maar het is, je sloopt wel een beetje het een en ander. Je kan beter heel verwacht. Zonde is niet nodig. En je gaat je niet zo heel erg lekker voelen ook. Weet je wel. Volgende dag. In diezelfde avond denk ik al. Heb je eigenlijk inhakt. Twee vragen. 1. Hydrateren, koolhydraten, eiwitten. Zit dat in jouw standaardproces? Nou, als je erover nadenkt wel, maar... vroeger was maar het toch... niet. Ja, als je erover nadenkt wel. Nee. Ik zuip vaak 1,5 liter Spa rood op, zeg maar. Ja. Nou ja, Lidl rood, Lidl groen. Om precies te zijn. Maar heeft dezelfde eerste. Marie Antoinette. Ja. Wat was het ook weer? San Celestino. In plaats van Pellegrino. Hydrateren, ja. Maar ben je ook bewust bezig? Nee, ik heb ook een vraag, weet je. Want ik ben wel altijd degene geweest die zei... ik eet liever gewoon... waar ik dus tijdens het fietsen... vroeger trouwens ook liever real food had. Dus ik eet vaak wel een maaltijd met koolhydraten en eiwitten gemixt. In plaats van een eiwitshake. Ik denk dat de keren dat ik thuis zeg maar zo'n shake gedronken heb... het zijn misschien in de afgelopen 20 jaar op 2 handen te tellen. Ja. Was ik een sukkel? Of is dat oké? Okay? Of dat was dan een...
Nee, dus ik drink dan heel veel water en ik eet gewoon of een boterham met hamkaas. Of nou, het liefst geen kaas trouwens. Dat is me ooit geleerd door een dokter in 2006. Niet te veel eiwitten direct. Oh, ja. Of niet te veel vetten direct. Niet veel vetten, ja. Dus geen kaas. Haalde die van de broodjes af bij Unibet. Ja? Was hier in Mikhailov. En dat heb ik op een of andere manier altijd... altijd onthouden. Dus nou ja, een vrij vetvrije maaltijd. Want ja, als je echt eet, dan zit er altijd wel iets van olijfolie of iets. Iets zit er wel op. Met iets van eiwitten. Als ik en in plaats van een shake dus. Als maar ik eentje, beter real foods. En ik denk ook dat, met name in de sportschoolcultuur, zie je dat er eigenlijk naar iedere training dan eiwitten ingaan. En ja, als je echt spiermassa wil aanmaken, heb je dat nodig. Bedoel je ja, dus shake. Die shakes, ja. Sorry. Dat is dus heel direct naar die inspanning die shakes erin rammen. Maar voor het wielrennen, ja, als je één hele zware training per week doet en je denkt dan echt die shake nodig te hebben, helemaal prima. Maar als jij wielrenner bent, heb je echt niet naar iedere training een eiwitshake nodig. Dan doe je echt wat verkeerd. Ja, dus eerder, vooral timing is dus relevant. En koolhydraten in die timing. En nee, hydrateren is... hydrateren, na het hydrateren. Ja, eigenlijk is de mantra hydrateren, koolhydraten en dan pas eiwitten. Dus in Kenia, zeg maar, hadden we ook geen eiwitshakes, toch? Nee. Ja, en daarvan zou je wel kunnen zeggen dat vooral die eerste drie dagen waren wel echt heel extreem. Daar had je iedere dag wel een eiwitshake naar de finish kunnen gebruiken. En dan ook zorgen dat je in je maaltijd echt nog 20, 25 gram eiwitten wel daarin zit. En dan zou je zelfs nog iets voor het slapen gaan nog extra eiwitten kunnen nemen. Wat gebeurt er eigenlijk als je dat allemaal niet doet? Nou, dan herstel je ietsje minder goed. Dan is dat spierherstel wat minder. En dat kan je dan weer de volgende dag merken. Ja. Dus die spierschade, die wordt niet gefixt. Maar dat geluk dat iedereen dat had. Nou, trouwens, we hadden daar wel een soort shortcut, hè? Want we hadden van die... er was eigenlijk niet te veel eten na de koers. En dat was wel zoiets dat wij meteen zeiden, ja, er moet gewoon calorieën in. En dan hebben we van het bergbeklimmersvoer waar je alleen heet water bij kon gooien, hoeft te gooien, gedaan. En dat is misschien niet ideaal, het zit ook iets meer vetten in. Zout ook wel. Ja, zout is op zich niet verkeerd. Maar het belangrijkste is gewoon ook dat je eet, ook in een etappekoers. Zeg maar. En daar in Kenia, de derde dag kwam ik over de meet en volgens mij lagen er alleen bananen en chips. Ja. Weet je, ja, dan moet je wel gewoon wat eten. Want en dan als je zijn er dus heel veel macronutriënten die je eigenlijk mist. Ja. Gewoon vitamines, mineralen, je groenten, die sla je dan compleet over. Is dat dan voor een dagje heel erg? Ja, dat was voor 's middags, hè. S'avonds was er wel gewoon goed, maar dat was, we waren vroeg. Wat is het, grootronde herstelprotocol? Ja, kan je vragen jullie beter bij aan Laurens vragen? Nou, op een gegeven moment... hoe is het ontwikkeld ook vooral? Als je komt over de finish en dan? Ja, je komt over de finish en dan krijg je eerst een... kregen we op een gegeven moment kersensap. Ja. Daar zat ook een soort antioxidant in. Daar heb ik ook nog een vraag over antioxidanten. Nu krijg je dus ketonen? Nu krijg je ketonen, ja. Nee, eerst even die kersensap. Oké. Okay. Antioxidanten? Nou, je krijgt dus kersensap. Nou ja, dan heb je het direct over hydrateren, toch? Ja. En dan kom je naar de bus en dan krijg je dus die... bij Sunweb was het op een gegeven moment volgens mij van Born een shake met wat BCAA's. Opgeknipte eiwitten zijn aminozuren ook. Aminozuren. Ja. Er zat er iets van 5 gram in of 10 gram in. Maar dat kwam er overeen met 20 gram hele eiwitten. Samen met 40 gram koolhydraten volgens mij in één bidon. Nou ja, dat tankte je leeg. Dus eigenlijk nog niet extreem veel eiwitten, maar behoorlijk wat koolhydraten en vocht. Ja, en dan die dronk je op zeg maar op de rollen. Want als je dan hebt over het herstel, dan komt ook een beetje uitfietsen erbij, denk ik. Ik denk, we hebben het nu alleen nog maar over voeding gehad. Maar uitfietsen is ook wel een dingetje. Ga heel veel pauze drukken, want je zegt hier eigenlijk al 3 dingen. 1, even checken bij de expert. Antioxidanten, kersensap. Ja, dat zou een heel klein effectje kunnen zijn. Is ook lekker, gewoon naar de finish. Ja, je hebt altijd dorslessen gedronken of water. En dan gewoon iets een anders smaak. Van de Bisschopsmolen had die lekkere kersensap. Ja, dat was echt lekker. Hij is wel aangelengd hoor. Want pure kersensap is wel heel geconcentreerd. Werkt het voor het herstel? Het is aangelengd met water. Sorry? Het werkt dus voor het herstel, maar je gaat er niet, het zijn niet de grote stappen. Dat zijn niet de grote stappen. Nee, losfietsen. Is eigenlijk, dus we hebben dan dat hydrateren koolhydraten, eiwitten, dat is heel belangrijk. Dat losfietsen staat denk ik direct daarna bovenaan het lijstje. Ja? Ja. Wat gebeurt er dan? Oh, en vooral voor natuurlijk die wedstrijdwielrenner, of wanneer jij... volgende dag kijk, weer. Kijk, normaal gesproken rij je niet volle bak door tot aan de poortdeur. Tot aan de deur van je schuur. Maar in wedstrijden, of bijvoorbeeld zo'n marmot wel...
Nee. Dan wat er eigenlijk gebeurt is dat die spieren die zijn in eigenlijk ja, zijn een soort van pompjes in je spier, ja, natrium-kaliumpomp. Die zijn constant in beweging, worden de hele tijd stoffen uitgewisseld. Dus er, even simpel gezegd, er worden stoffen aangevoerd en er worden afvalstoffen weer weggevoerd. En wanneer je in één keer stopt, dan ja, hopen die afvalstoffen zich op. En die krijgen eigenlijk niet door normale spierfunctie de gelegenheid om weer afgevoerd te worden. En dat hoopt zich dan daarop. En dat kan je met gewoon op een hele lichte versnelling losfietsen. Dan zet je op een hele lage intensiteit ja, dat hele systeem weer aan. En dan worden die stoffen weer afgevoerd. En dat is effectiever. Dus zo belangrijk. Nou ja, dat is wat je ook in wedstrijden ziet. Is dat tegenwoordig, volgens mij werd misschien in jouw tijd, werd je voor gek versleten als je daarna nog even op zo'n indoor trainer stapte. En nu doet iedereen het. Ja. Oké. Okay. En dan hebben we de BCAA's nog, die Lau noemt. Ja, zo'n eiwitten. Zo'n eiwitten, ja. Oké. Okay. Laten we gewoon onder die noemen. Ja. Dus dan zit je op die... Heb je losgefietst? Beetje gauw. Shaky gehad. Ja. En dan... ja, want het voelt niet als een shake. Nee? Nee, die met die BCA's is meer gewoon een soort sportdrank. Ah, ja. Ja, en het zijn dus aminozuren. Dus aminozuren zijn de bouwstenen van die eiwitten. En dat maakt dat je het nog sneller op kan nemen. Omdat je dus kleinere stukjes eiwit opneemt. Dus dat is vooral interessant dat je geen direct na die inspanning hele kleine stukjes eiwit opneemt. Wat je dan heel snel kan gebruiken. Ja. In plaats van dat je hele grotere complexe eiwitten opneemt. Die je nog wat trager gaat, die opname. Dit hadden we wel in Kenia. Thomas had die pot nu bij. Oh ja. Dat was dat. Nou herken ik ook dat het inderdaad geen shake was, maar het is inderdaad... Proeft gewoon sportdrank. Ja. 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 Oké. Okay. Ontwijten. Douchen. Kleren uit douchen. Lekker warm. Goed aankleden. Ja. Werkt dat voor het herstel? Douchen? Ja, wat dus heel vaak misgaat, is dat je met natte kleding thuiskomt, of bezweten kleding, en dan koel je gewoon enorm af. En dan is het vaak, ik heb het inmiddels wel een beetje koud. En die kou is echt wel weer een aanslag op je immuunsysteem, wat al behoorlijk te lijden heeft gehad door je training. Dus ga je dan een beetje eerst koud worden voordat je onder die douche stapt, in plaats van gelijk douchen en warme kleren aantrekken, ja dan loop je wel weer sneller wat op. Ja, sowieso de snelheid waarmee jij naar de douche loopt altijd is echt gewoon... Ongevenaard. Ongevenaard. Ja. Vinden ze mij een smeerpijp? Ja. Moet je eerst de douchen. Ja, dat je de twee dagen daarvoor niet doucht. Dat heeft niet met... Hoezo, ik train iedere dag, lul. Nou, dat is wel brekend dit. Laat douchen elke dag. Dit is wel... Kunnen we een aparte aflevering aan besteden? Douchen helpt dus voor het herstel. Het is niet alleen... Ja, eigenlijk wel dus. Ja, op die manier vooral dus omdat... Niet douchen. Had hij nooit gedaan. Die functioneel gewoon... douchen, joh. Je weet die fietspak aanlaten, want morgen moet je weer. Weet je wie echt beeldrecordhouder kort douchen is? Thomas Dekker. Oh ja? Nou, dat is niet normaal. Ik douche 3 keer per dag. Ik zeg, ja, gast... Koud douchen toch ook? Nee. Nee, warm, maar... Ik dacht koud. 25 seconden max. Weet je hoe je trouwens weet dat mensen koud douchen? Nou? Dat vertellen ze je. Okay. Ik heb koud gedoucht. Ja. Zijn mensen heel trots op me, dat ze koud douchen? Met die gasten. Oké, maar is dat goed, koud douchen? Ja, dat is een heel ander systeem weer. Daar zou je een soort van je vetweefsel en dan je bruine vetweefsel mee aan kunnen zetten, mee kunnen activeren. Ik denk zeker dus dat de hele Wim Hof technieken, daar valt zeker wel wat voor te zeggen. Ik weet niet of dat heel veel te maken heeft met herstel nu. Kijk, wat het namelijk doet, is dat je eigenlijk je immuunsysteem extra aanzet. Dus die dan direct na een inspanning, dat je al jezelf een behoorlijke tik hebt verkocht, dat nog eens extra doen, ja, lijkt me niet noodzakelijk. Heeft het niet te maken met het tegengaan van ontstekingen? Ja, dus je zet je immuunsysteem aan. Maar daarvoor moet je het, daarvoor verbeter je het, hè, daarvoor prikkel je het. Maar je hebt het eigenlijk al geprikkeld omdat je op die fiets zat. Ik heb ineens een ijsbad, wat ze in de Tour hebben ze een aantal jaren van die ijsbaden meegesmeten. Ik zie Nicky Terpstra nog in een kliko staan. Maar dat is dan weer een ander effect wat ze daarbij proberen te bereiken. Dat is door dat ijsbad dat je dan je bloedvaten vernauwen. Ja. Dus als het vat vernauwd wordt, vasoconstrictie, gaat het bloed sneller, wordt alles sneller afgevoerd. Ja. Precies dezelfde werking als compressiekleding. Ja. Alleen bij dat ijswaterbad zag je ook wel dat het weer een enorme shock voor de system was. Direct nadat je al dat systeem behoorlijk op de proef hebt gesteld. Ja. Dus ja, hoe erg ga je dat op een gegeven moment prikkelen? Dus dat is het ook een beetje met wat je zegt. Ja, die Wim Hof technieken, daar is best wel wat onderzoek naar. En er zijn hele interessante inzichten. En ook mensen vooral die echt zeggen daar heel veel baat bij te hebben. Maar dat is wel een ander gebied dan wanneer we het over herstel hebben. Dus misschien leuk om daar ook eens in zo'n podcast... Terug naar... Aan te wijden. We zetten hem op de lijst. Dit is, ik wil even zeggen, dit is na een tourrit, hè? Ja. Zeg maar, na een training is protocol anders. Ja, laten we even die tourrit pakken. Oké, tourrit. Je kleed je aan, althans. Ja, gedoucht, kleed me aan.
Half afgedroogd. Compressiekousen. Zeg je dat ook altijd? Compressiekousen. Ja, dat deed ik vroeger ja, vaak wel. Soms niet. Beetje afhankelijk van hoeveel, hoe goed ik hem had afgedroogd. Zijn nogal lastig aan te krijgen. Had hij compressiekousen moeten pakken? Ben jij voor of tegen? Ja, ja, compressiekousen zeker. Ja, en wat wel heel belangrijk is, is dat in die tour, kijk, als je vervolgens meteen na de finish op je bed kan liggen, ja, dan kan ook de zwaartekracht wat meer zijn werk doen door dat, door die, door dat bloed weer terug te pompen. Dus volgende been omhoog, ja, goed of niet? Ja, been omhoog, goed dus. Nee, maar, we hebben compressiekousen nog niet afgerond. Ja, nou ja, dus maar wat er dus in zo'n Tour de France gebeurt, is dat ze transvers zijn. Dus die benen die hangen naar beneden, of je moet misschien zelfs in een vliegtuig op een gegeven moment. Ja. En daarvoor is het dus heel simpel om met die compressiekousen de bloedvaten wat te, ja, die dat wordt allemaal wat tegen of samengedrukt. Ja. En daardoor wordt de snelheid van de bloedcirculatie verhoogd en worden sneller afvalstoffen afgevoerd. Oké, het gaat dus echt om het afvoeren van afvalstoffen. Ja, van en in plaats van dat dus vocht zich daar ophoopt, omdat je daar, hè, want er is ook spierschade, dus dan krijg je ook een beetje oedeem, dan wordt daar vocht wordt er naartoe gezogen. Ja. En in plaats van dat dat allemaal gebeurt, kan je dat tegenhouden met die compressiesokken en de bloedcirculatie dus compressiesokken beter goed op gang houden. Ja, ja, ja. Zijn die ook alle World Tour ploegen laten hun renners met compressiekousen rondlopen? Of is het de ik helft, denk dat er geen enkele ploeg is zonder compressiekousen. Ja? Denk het wel. Ja. Wauw. Je hebt altijd ieder jaar nu tegenwoordig altijd zo'n shot. Dan is er één verplaatsing in een vliegtuig. Ja, ja, iedereen met compressiekousen met een korte broek. Ja, Roglic ook van. Is ook altijd, ja, het ziet er niet uit. Nee, is het korte broek, compressiekousen. Tom Oosterdijk in het triatleet. Ja, in ik heb ze nooit meer aangehad. In het vliegtuig. Zeg, wat heb je aan, man? Hij zei, ben je zeker triatleet? Ja, ik ben helemaal een soort van verontschuldigend. Nee, daarom. Maar het zou, oké, goed. Ik moet ze weer aanschaffen. Zet ze op de lijst. Op de herstellijst. Eten. Ja. Gewoon pasta, rijst, een broodje, wat ze ook maar aanbieden van de ploeg. En tegenwoordig is dat wel echt goed uitgebalanceerd. En vroeger zat er gewoon een verzorger. Iedere ochtend die bestelde 12 baguettes of 1 baguette per renner of een half baguette per renner. En dan werd gewoon een broodje gemaakt. Ja. Met wat wil je erop? Ham, kaas, mosterd, mayo. Er werden gewoon echt lekkere broodjes gemaakt. En tegenwoordig is het allemaal van tevoren helemaal uitgedacht. Dus dat is wel geëvalueerd, maar vooral ja, veel koolhydraten en een beetje eiwitten, denk ik. Dat het belangrijkste is. Kreeg iedereen een apart bakje? Want ik moet ineens aan Code Geel denken, weet je wel. En dan zie je die gasten naast. Over het algemeen naast was de herstelmaaltijd bijna hetzelfde. Voor iedereen. Ja, zo van, nou, dit is je shake, dat is gestandardiseerd. Want, en dan aan de hand van de berekening van calorieën werd dan de avondmaaltijd per persoon aangepast. Ja. Over het algemeen. Ja, tegenwoordig wel. En vroeger waren de broodjes ook hetzelfde. Haalde alleen de dokter de kaas eraf. Ging je ja, welke dokter? Ging je douchen in de bus? Ja, of, ja, ja. En aankleden in de bus? Ja, jongen. Dan ga je naar het hotel. Kom je aan bij het hotel? Of sla ik nu een stap over? Doe je in de bus nog dingen? Nou, kijk, het hangt een beetje van de verplaatsing af hoe lang die is. Dus als het echt een lange verplaatsing is, is het vaak ook nog wel een tweede snackie of zo. Weet ik veel, kwark, taart hadden ze wel eens, of een stukje taart. Of vroeger nam ik best wel vaak gewoon potten pindakaas, rijstwafels, vijgen. Dat soort spullen altijd mee, omdat ik als ik gewoon nog honger had, dat ik gewoon door kon blijven eten. Vorig jaar was er toch een ploeg die stond bij een tankstation? Ja, omdat het weinig eten was. Ja. Of Frans DG of zo waarschijnlijk. Of dat soort, En heel vroeger bij... Dus dat was nu. En vroeger bij de Unibus-bus waren er gewoon Snickers, Marsen. Op een gegeven moment heb je gewoon... Als je 2 uur in de bus zit na een rit, dan krijg je gewoon honger. Dan wil je toch wel iets van snacken. Gebruik je de... Ik moet ineens denken aan een moment in Kenia dat je zei... Steve, ga even liggen en laat die hartslag eventjes... Nou, kijk, daar hadden we het gebruik net over. Kijk, je ziet in zo'n bus best wel verschillen tussen eendagsrenners en ronderenners. Ja. Kruiswijk was daar een kei in, maar ikzelf eerlijk gezegd ook wel. Bouke. Ja, boekpakken. Nou ja, de rit is geweest en je bent bezig met de volgende rit. Ja. Dus ook heel veel gediscussieerd over de afgelopen rit werd er door ons vaak niet. En best wel vaak sprintritten gehad dat Bouke en ik al voorin zaten. Dat hij zijn boekje aan het lezen was. En we hadden ons eten er al in. En dan zat bijvoorbeeld Sepp van Marken nog in zijn snelpak achterin in de kleedkamer. Te vertellen hoe de sprint wel of niet goed was gegaan. En dan die had nog niet eens zijn shake op, zeg maar. Dus dan waren we al 2 stappen verder. En nou ja, je zag het in Kenia ook wel dat ik...
volgens mij jou af en toe wel erop te hard drukken. Ja. Steve, ga nou even eet even wat. Ja. Of ga even douchen nu. Ja. Of, ja, het zit niet apart in jouw systeem. Zeg. Nee, maar het systeem is er ook helemaal niet. Ik moest mezelf echt dwingen. Ja, precies. Om met de volgende dag. Ik vond het ook het zware element van Kenia. Vond ik misschien niet eens het fietsen, maar het gezeik en gedoe en het georganiseer en het eten. Voor de dag erna. Voor de dag erna. Dus dan moet je echt... Terwijl je al best wel moe bent. Ja, dat maakt het kut. Zeg maar. Ja. Moet ik ook nog even mijn blokspalverbeetse volgorde gaan leggen, zeg maar. Maar gebruik je het ook over... Gebruik je het ook, dat is een beetje mijn punt, om tot rust te komen. Om je hartslag te rust. Ik moet ineens denken ook aan Sam. We gingen een keertje fietsen in de Ardennen. En de laatste 5 kilometer reden we door de stad. Of een paar kilometer reden we door de stad. En toen zei ze, ik fietste naar Sam. En Sam zei, ik ga eventjes... Alleen fietsen. Laatste minuut fiets ik even alleen. Kom ik even... Ga ik even tot rust komen, maatje, zei hij toen. En toen ging hij echt... Ik heb het idee dat hij toen echt al begon met zijn herstel, zeg maar. Dat hij dat standaard in zijn fietsproces heeft verankerd, zeg maar. Nou, dat mentale herstel dus. Ja. Ik denk dat daar een groot stuk zit van het effect van een massage in de grote... Ja, Bouke leest een boek, bijvoorbeeld. Ja. Je begint direct in een boek. Dat is voor hem gewoon echt tot rust komen. Ah. En iemand anders gaat Netflix of met zijn vrouw bellen of de koers terugkijken. Bouke die heeft echt zoiets van, die sluit zich direct af. Ja. Dat is voor hem gewoon nodig. Ja. En Sam heeft dat misschien ook iets meer dan Sepp. Ja. Dus, okay. Maar dat mentale, ja, de massage... Komt aan in het hotel. Ja, dan pleur je koffertje op de kamer en dan is het of je bent eerste of tweede voor massage. Want vaak masseert 1 verzorger 2 renners, zodat je 2 uur na aankomst in het hotel aan tafel kan. Ja. Dat is een beetje wat gewoon is. Dus dan kom je aan en als je meteen een massage bent, dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk op tafel liggen, want anders duren die 2 uur te lang. Ja. En als je tweede bent, dan mag je nog even op je bed liggen, met je vrouw bellen, zonder dat iemand in de bus mee luistert, bij wijze van. En dan massage eten, zo simpel is het. Massage. Ja. Jim, ik weet dat daar... Dat er op zich wel consensus is, of dat er veel gemasseerd wordt in het peloton. Ja. Ik weet ook dat er renners zijn, geloof ik, zo uit mijn hoofd. Thomas de Gent werd die niet meer... Johnny Hoogland had het ook niet iedere dag nodig. Ja, die hadden liever die 2 uurtjes op de kamer rust, omdat ze weer een uur met iemand moesten gaan praten, bij wijze van. Of liggen op tafel, terwijl... Werkt het? Is het aangetoond? Het wetenschappelijk bewijs aangetoond? Voor de prestatie is eigenlijk flink te dun. Hmm. Ja. Het is zoals in veel wetenschappelijk onderzoeken, er zijn onderzoeken te vinden dat het werkt. Maar er zijn er ook te vinden dat het echt geen effect heeft. Persoonlijk geloof ik wel dat een goede masseur, die weet wat hij doet, dat daar echt wel, en zeker met de spierschade die je hebt in grote rondes bijvoorbeeld, of dat soort etappes, ja, dan is daar echt wel winst te halen. Wat alleen, doet een massage? In principe gewoon wat je met het losfietsen eigenlijk ook doet. Gewoon alleen dan mechanisch. Ja, met die sokken ook. Dus dat je het compress en dat je de afvalstoffen eigenlijk helpt sneller af te voeren. Wow. En dat je bijvoorbeeld die ophopingen, die knopen in de spieren, dat je die eruit haalt. Wat zijn die afvalstoffen? Ik heb het heel vaak over afvalstoffen, maar wat zit er dan? Ja, gewoon hetgeen wat ontstaat, bijvoorbeeld de melkzuur en het lactaat, H+ ionen, door wat je dus lactaat, wat je dan niet meer verbruikt als energie. En dat is vloeibaar? Of moet ik dat zien als... Het moet weer afgegeven worden aan het bloed en dan wordt het... Dus dat zit in je spieren? Dan wordt het weer verwerkt en dan gaat het weer... Kan je het zien? Of alleen onder microscoop? Ja, anders zou het niet te meten zijn ook. Ook niet pas in je aderen. Natuurlijk. Okay. Ja. Dat is een stomme vraag misschien. Maar nee, weet ik niet. Nee, ja, we hebben best wel basale vraag vooral. Is het poeder? Ja. Is het afzetting aan je binnenkant? Lijkt het op bloks? De binnenkant van je aderen? Achterhondkalk. Ja, is het kalk? Dus, nee, maar het is. Het zijn natuurlijk vooral ook opeenhoping van eiwitten, want er is ook schade. Dus daarom heb je ook weer nieuwe eiwitten nodig, of aminozuren eigenlijk, om dat weer te herstellen. Dat soort dingen. Oké. Okay. Dat is massage, wat noemde je nou nog meer? Eten. Eten. Belangrijk van massage is dus wel dat je... Het massage gaat dus denk ik niet alleen om... dus dat een goede masseur denk ik absoluut daar goed werking kan verrichten. Ja. Maar dat bijvoorbeeld losfietsen belangrijker is dan massage. Ja. Dus hij staat dan denk ik lager op het lijstje.
Ja. Maar massage is ook vooral voor heel veel wielrenners. Ja, dat je echt dat, even dat rustpunt hebt. Dat je even tegen iemand anders kan zeuren dan je ploeggenoten. Je, ik vond het fantastisch. Ja. Komt helemaal. En die, en die masseurs, dat zijn ook vaak vertrouwenspersonen in de ploeg. Waar... Ik had ook wel masseurs dat ik, als ik echt gewoon een kutdag had gehad. Of gewoon even niet meer zou... Die Tour is natuurlijk... we hebben het nu over de Tour. En dat is wel echt de wedstrijd. En daar lopen de emoties en alles hoog op. Af en toe de deur dicht deed, op slot deed, ging een biertje drinken. Ja. op tafel, allebei een halfje of zo. Gewoon wat je zegt, dat mentale. Misschien is het voor het herstel of fysiek helemaal niet zo goed. Het is gewoon een halve therapeut eigenlijk. Ja. Ja. Een biertje drinken, ouwe hoeren, of thuis, of weet ik veel. Even afgezien van of het... of het die lekker laat rollen, massage me lekker zitten. Rollen rollen dit ook. Building the brand. Ja. Ik weet niet waar... Checkie rollen. Heb je nog Rizla? Paar dingen die me, waarvan ik niet weet waar ze passen in de processen. Misschien wel helemaal niet, maar ze zijn me wel aan geleerd. Je ziet wel eens renners liggen... op bed dan, of op een bank... met zo'n hele stellage om hun benen heen. Weet je, zo'n of dat nou massage... Ja, Normatec of het zo'n gewoon... zo'n compressie. Ja, maar dan compressie. Met lucht, ja. Maar dat zie je... Dat, als je... Ik heb ze thuis, je waarom kan er zo... wel eens in liggen. Wat doet het? Hoe voelt het? Ja, het voelt een beetje als een soort halfbakken massage, zeg maar. Huh? Ja, je krijgt gewoon druk op je... Nou, ja, nee, maar dan zonder dat halve biertje. Ja, ja. Massage, massage zonder gevoel, weet je wel. Gewoon, een liefdeloze massage. Een liefdeloze massage. Nee, ja, je kan hem echt knijterhard zetten. Ja? Dan voel je echt wel dat... Ja, dat wordt heb je die wel eens gehad eigenlijk in ploeg, ook in koers? Dat je, bij CCC werd ook gesponsord door Normatec. En ik heb zelf een Herzog systeem thuis. Ah, ja. Ja, voor de rest weet ik eigenlijk niet of er andere systemen zijn. En gebruik jij het veel eigenlijk? Thuis niet meer. Het is altijd een beetje zoiets van als je het er één keer... Testie gebruikt ook wel. Die is gewoon lekker. Ja, gewoon de, als je het één keer op de bank hebt liggen... en dan denk je, lig je op de bank een boekje te lezen op het internet... kun je net zo goed in die dingen gaan liggen, weet je wel. Maar nu ligt het ergens achter in de menk even verstopt... en dan houdt het niet tevoorschijn. Dus. Maar het is best wel lekker aan training. Is maar knetter duur zo'n ding, of niet? Ja, je hebt het nooit voor hoeven te betalen. Die vraag die moet je niet aan Lau vragen. Zo, wat kost de fiets? Ja, geen idee. Rijdt heel lekker. 2000. We gaan het rijtje even. Dit is wel even een heerlijk... je zei het al, dit is wel een redelijk... ja, jij gaat concreet, die goed op. Ik ga vrij goed op. Ja. Been omhoog. Ja, sowieso. De afgezaagde stelregel bij wielrennen is... als je kan gaan zitten, ga zitten. En als je kan gaan liggen, ga liggen. Ja. Als je kan gaan slapen, ga slapen. En kunnen dus die benen omhoog, doe dat. Ja, want? Dan gaat je bloed omlaag. Dan help je eigenlijk de zwaartekracht op bloedcirculatie. Help je met de zwaartekracht op bloedcirculatie. In de bloedcirculatie. Ja. Slapen. Doe het niet in de auto. Hè. Dan zie je onze mensen die liggen dan op het dashboard. Dat is echt... hartstikke gevaarlijk. Als je dan een ongeluk krijgt, als dan... Je ja, als je rijdt. Ja, gaat er niet... Ja. Cruise control. Hoe herken je een renner? Ja, cruise control. Nee, dat iemand dat ernaast gaat zitten en dan gaat die benen omhoog. Ja, dan moet je... Dus je hebt een veilig verkeer in Nederland, die dus gaat er wat van winnen. Dus je hebt Laurens in Dam, die komt van die Galibier af met 200 gaan gewoon die benen op de naast de ploegleider en dan die benen gewoon op dashboard, hoor. Ik ben gewoon. Rij dan een ravijn in, dan ben je niet alleen dood, heb je ook je benen gebroken. Dan ga je wel met herstelde benen. Slaap. Mag ik even inbreken? Antioxidanten. Daar hebben we het in het begin over gehad. Dat was, ik weet nog wel, dat ik bij de amateurs reed bij Rabank en dat was... Misschien zelfs wel bij de pros was het echt wel een dingetje. Kreeg je echt van die hele grote pillen met antioxidanten. Was dan goed. En 2 jaar later mocht het opeens niet meer naar je training. Ja. En de theorie is antioxidanten, Stefan, vangen vrije radicalen. Nou, ik weet ook niet hoe die eruit zien. Nee. Ik weet ook niet wat de chemische samenstelling is. Maar het klinkt als best wel goed als ze gevangen worden uit je bloed. Zeg maar. Ja. En toch? Klinkt goed. Dat is goed voor het herstel. Oké, slikken die pillen, weet je. Zo ging dat. Maar, dat was de theorie van. Ja, maar die vrije radicalen, dat zijn eigenlijk de stoffen die je verstoring verstoren in je systeem. Waardoor je dan die supercompensatie, waar we het al een keer eerder over hebben gehad. Helpt of tegengaat. Ja, tegengaat. Ja. Want je verstoort eigenlijk de verstoring. Die maak je minder erg, waardoor je ook minder beter wordt. En mocht je ze na training niet meer slikken, maar na de koers wel. Omdat je dan snel wilde herstellen. Maar wat is jouw
Yo. Take. Nou ja, dit is dus... Dit is, ze zijn is helemaal nieuw best voor wel, ja. Nooit van gehoord. Je hebt nee, twee er zijn jokers, best wel wat onder, er zijn best wel wat onderzoeken bijvoorbeeld met vitamine C in combinatie met krachttraining. Omdat dat lekker ook best wel twee uit zijn. Dus vitamine C is een antioxidant. Ja. Als je dus heel veel vitamine C neemt en ook hele zware krachttraining doet, dan is het effect eigenlijk van krachttraining minder. Okay. Omdat je dus die antioxidanten en juist die vrije radicalen die worden aangemaakt, die zorgen inderdaad voor die verstoring. En dat zijn weer de prikkels om te zorgen dat het lichaam leert van, oh ja, ik moet me verbeteren. En als je die allemaal weg gaat vangen, ja, dan had je net zo goed niet kunnen gaan trainen. Ja, ja, dus dat is feitelijk wat het is. Ja, de waarheid zit natuurlijk in het midden. Enerzijds heb je de verstoring nodig. Maar anderzijds, als je snel wil herstellen, dan valt er wel wat voor en te laatste zeggen. Jaren kreeg ik bijvoorbeeld nooit meer antioxidantenpillen. Nee, en jullie kregen dan ook niet in natuurlijke voeding, hè, dan nee. Dus. Dus er waren dan pillen. Ja, dus. En later misschien wel weer wat meer in de natuurlijke voeding. Want volgens mij is bietjes zijn antioxidanten. Volgens mij heeft Marijn Zeeman dat ook uitgelegd in jullie podcast. Dat heel erg natuurlijke voeding, dat de insteek was. Laat eens even aan te kijken. Je was er even niet bij. Ja. Volgens mij heeft hij dat namelijk heel goed en heel duidelijk uitgelegd. Bij mij thuis in de keukentafel, weet je nog? Oudejaarsdag. Nee, ja, dat dus de natuurlijke voeding en dat gewoon goed op een rit hebben. Ja. En dat daar die macronutriënten en dat je daar dus ook die antioxidanten uithaalt. Dat is eigenlijk een sleutel geweest tot hun succes van de afgelopen jaren. Dat gewoon goed op orde hebben. Waar ik echt benieuwd naar ben, is waar op het rijtje van Van den Berg slaap staat. Ja, dat is wel een hele fundamentele. Wat gebeurt er tijdens slaap? Ik heb bijvoorbeeld het idee dat als ik een half uurtje pit na een... Dus je hebt gefietst, als je een rit hebt gedaan. Het eigenlijk het liefste wat ik dan altijd wil is douchen en een half uurtje liggen. Ja, en als ik dat wel eerst gedaan, eten? Wel eerst eten. Ja, precies, ja. Oh, lekker met een volle maag. Heerlijk. Nou, 3 kwartier dan. Ja, kijk, dus die anabole processen die kunnen lekker doorgaan, terwijl jij dus echt verder helemaal niks doet. Ja. Dus ja, zo'n veel effectiever kan je het niet hebben. Voorraden kunnen aangevuld worden, het lichaam kan herstellen. Alle afvalstoffen kunnen weer afgebroken worden, kunnen weer verwerkt worden. Voorraden aanvullen, had ik al gezegd. Dus je anabole processen, dat is dat anabole systeem. Dat maar doet dat is helemaal zijn ding. En 's nachts is ook nog belangrijker. Of tenminste, ook heel belangrijk. Maar het valt een beetje in die categorie van ga zitten of liggen of slapen. Ja. Omdat hoe meer je dan uitstaat, hoe minder je doet, hoe ik krijg allemaal hele en die processen door. Jezus, Mina. Topsporters zijn eigenlijk per definitie best lui. Voor de luisteraar, het is echt bijna een kunst als je lauw van de slaapkamer naar het restaurant ziet sloffen. Het is inmiddels een oud prof. Maar hij heeft dat sloffen, dat heeft hij nog steeds. Hij in de vingers, in de voeten. Hij tilt zijn voeten gewoon eigenlijk het liefst niet op. En de ene stap gaat langzaam naar de andere. Ik heb nog één vraag over slapen dan. Weet je, ik snap dat het heel belangrijk is. Slaappillen. Ja. Zeg jij van... kan slecht slapen, pak een slaappil, want dan dat is heel belangrijk heilig voor je herstel. De middelen. Of zeg jij van juist van, met een slaappil slaap je minder diep of weet ik veel. Dan... Nou, het grote probleem zit hem dat je in de afhankelijkheid die op een gegeven moment gecreëerd wordt. Dus slaap is zo'n fundamenteel onderdeel van leven. Hè? Eten, slapen. Seks. Is ook een fundamenteel onderdeel, absoluut. Ja. En je dus in gaat grijpen op... Dag 2, we zijn even uit met de mannen, maar er is context voor de luisteraar. Okay. Ga door. Mannen worden helemaal zenuwachtig. Ja. Maar seks is ook heel belangrijk. Ja, Jim. Dus... Ja, ik denk, je noemt ze even op allemaal. Ja. Ik denk, ik vul ze aan. Ja. Nee, maar dus... Pannenkoeken. Pannenkoeken? Fundamenteel onderdeel. Zijn leven pannenkoeken. Oké. Ga door. Nee. Never mind. Dus, maar als je daar dus op in gaat grijpen, dan moet je wel hele gewichtige redenen hebben om dat te doen. Want als je op een gegeven moment in gaat grijpen, dan kan je een afhankelijkheid ervan creëren. En dan heb je het altijd dus een chemisch middel eigenlijk nodig, of een extern middel, om dat proces te reguleren. Terwijl eigenlijk jouw lichaam zou moeten reguleren dat je slaapt. Dus waar Lau op doelt, is in die hele extreme inspanningen, dat je na 3 weken tour op een gegeven moment, dat lichaam zo in overdrive is en slecht herstelt, dat je... Ja, dat je dat soort middelen dan nodig hebt om te gaan slapen. Maar ik geloof dat Paolini, die toen een aantal jaar geleden zijn biecht over cocaïnegebruik en over slaap, dat er een hele afhankelijkheid was gekomen op slaaptabletten. Dat hij zonder niet meer sliep en dat hij daar wel onderdoor ging. Dus ik vind echt slaapmiddelen vind ik trouwens best wel... en volgens mij zitten bijvoorbeeld artsen daar ook zo in, hoor. Je moet wel... echt lang of echt slecht slapen en daar echt bepaalde klachten over voordat ze je slaappillen voor gaan schrijven. Ja.
En zeker dus heftigere dingen dan, dan homeopathische dingen of melatonine of dat soort dingen. Dat... Is niet in slaap komen, is dat een ding in de grote ronde? Voor renners? Ja. Nou, ik ben stilgestaan eigenlijk. Ja, uiteindelijk. Zeker, ja. Je eet laat, 10:30 van tafel af. Als je dan het probleem hebt dat je altijd vroeg wakker bent, omdat er toch wat licht in de kamer komt of zo, dat je om 7:00 wakker bent en dat dan pas om 1:00 start is, dus dat je om 10:00 moet ontbijten. Dus sommige langslapers, die kunnen... Dus Bouke vond het helemaal niet erg om tot 2:00 wakker te liggen, want die kon prima tot 10:00 s'ochtends uitslapen. Ja. Als ik tot 2:00 wakker ben, ben ik wel zenuwachtig, want over 6 uurtjes ben ik alweer wakker. En in een grote ronde heb je toch liever wel 8 uur slaap nodig. Dus dat is echt wel een ding. Ja, je hebt dus mannen die dan helemaal nerveus worden als het dan 7:00 wordt en dan 7:00 geslapen hebben. Dan denk je, dan wordt het vandaag sowieso al helemaal niks meer. Ja, dat helpt ook weer de volgende dag niet om in slaap te komen. Een soort vicieuze cirkel is het wel. Hoor. Ja. Als je één keer met een derde week met een slaappilletje begint, dan kan je er bijna donder op zeggen dat je er ook de ronde op eindigt. Ja, oh ja. We komen langzaam aan het eind van het lange rijtje. Er staat nog één op. Soms lig ik wel eens op bed en dan heb ik lang gefietst. En dan zie ik die contracties in mijn spieren. Ja. In mijn spieren. Alsof er beestjes onder zitten. Weet je wie het ook altijd heeft? Die heeft het wel eens gepost. Ramon Sinkeldam. Die heeft echt alsof er een soort van kevers onder zijn huid. Ja, onvrijwillige spiercontracties. Ja, wat is dat? Ja. Het is een soort een hele milde vorm eigenlijk van kramp. Dus je bestuurt dan eigenlijk die... Die spierpomp, die spierfunctie, die wordt dan eigenlijk autonoom bestuurd. Even overgenomen. Wat kan je eraan doen? Is het een tekort is aan? Het erg, sowieso? Ja. Nee, het is helemaal niet erg. Iets minder goed je best doen de volgende keer. Ja. Nee, het is vooral de zware trainingen waar je dat aan hebt. En net zoals bijvoorbeeld bij kramp zie je dat ook wel wat sneller ontstaan bij juist wat anaerobere wielrenners. Ik denk dat Lauda bijvoorbeeld wat minder snel last van heeft. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een koers, zeg maar, echt kramp gehad. Nee, maar dat zei Thomas half ook. In mijn voet of zo. Thomas ook. Hij zegt, ik heb nooit kramp gehad. Maar Thomas heeft gewoon zijn best niet gedaan. Ik heb veel kramp, hoor. Magnesium. Ja, maar jij hebt dus... magnesium is dus een van die elektrolyten, mineralen die je zou aan kunnen vullen. Maar magnesium, dat zo dan wordt opgenomen dat het dan precies op die plek dan zijn werk gaat doen. De effectiviteit daarvan is echt maar... Gewoon in de spieren inspuiten. Weet je wat mijn slaap... Het is wel belangrijk, als je dat ziet, het is niet heel erg. Het is niet, je lichaam is gewoon nog aan het werk. Kan je het ook smeren, magnesium? Exact. Shortcut nummer 1. Op de spieren? Kramkrachtig. Ongetwijfeld, weet ik niet. Heb jij het wel eens gezien? Ja, kramkrachtig. Van kwakzalver. Oké. Ik heb Thomas ook gegeven. Die zei dat het inderdaad wel... ik slaap er beter door. Ja? Of placebo is... don't care, don't know. Ja. Maar als ik het onder mijn voeten smeer... En als ik echt lang... Ga je over water lopen. Onder je tong. dan slaap ik vaster. Echt? Ja. Ja, maar magnesium. Hoe ben je daar achter gekomen? Ja, je hebt het overal gesmeerd en toen onder mijn voeten. Nee, dat toen was ik dat is de tip van ik ben bloedserieus. Okay, dit werkt echt als een malle. Ja. En ook als ik lang gefietst heb in Kenia, elke dag. Had jij het? Ik heb het spul niet meer. Nee, dat heb ik voor mezelf gehouden. Maar wat een lummel. Concurrentie voor. Weet je wel. Nou ja, magnesium en kramp wordt best wel aan elkaar voor gelinkt. Ik had het verloren op de laatste dag kramp te hebben. Ik had op dag 1 al duidelijk. Het was al duidelijk dat jij de koers niet ging verliezen. Kramkrachtig. Smeren en dat zorgt er bij mij voor dat ik niet alleen beter slaap, maar ook geen kramp krijg. Oké. Jij hebt verder toen helemaal geen kramp meer gehad? Nee. Indrukwekkend. Dat is mijn shortcut. Heb jij een shortcut? Ja, ketone gingen we het nog over hebben. Toch? Jongen! Nou ja, een hot topic. Ja. Of niet? Zeker een hot topic. Laatste jaar, het wordt misschien wel iets minder in het peloton. Maar wat ik begreep van mijn dokter bij CCC, Testa, was die zei, volgens mij gaat het gewoon een goed herstelmiddel worden. In plaats van dat je het tijdens de koers gebruikt, direct daarna of voor het slapen gaan zelfs. Zodat je je koolhydraten spaart. Nou, het heeft een functie. Dus ketonen, dus misschien even een klein even beetje uitleggen. Ja. Wat zijn ketonen? Je lichaam kan vooral energie halen uit vetten en koolhydraten. Maar wanneer er geen koolhydraten meer zijn, dan kunnen vetten afgebroken worden tot ketonen. Dat gebeurt alleen als die koolhydraatvoorraad eigenlijk op is. En waarom doe je dat dan? Omdat die ketonen dan weer als brandstof kunnen dienen voor plekken waar je alleen koolhydraten verbruikt. Of de spierweefsel wat ook alleen koolhydraten verbruikt. Ja. Dus het is een manier om het tekort aan koolhydraten op te vangen. Om in leven te blijven, inderdaad. Dus een soort noodbrandstof. Want ik hoorde in een eerdere podcast dat je hersenen draaien op koolhydraten. Die draaien niet op vet.
Ja, maar ook bepaalde spiervezels kunnen vooral koolhydraten gebruiken. En, welke? En, ja, de snelle spiervezels. Oh, ketonen bedoel je? Ketonen? Ja, die kunnen alleen koolhydraten verbruiken. En geen ketonen. Dus. Dus als er geen koolhydraten zijn, dan kunnen ze wel op ketonen werken. Door. Vanuit die vrije vetzuren, vetten, free fatty acids, ga je ketonen aanmaken omdat er geen koolhydraten zijn. Ja. Nou, wat zijn ze toen achtergekomen? Hey, die ketonen kunnen we ook gewoon maken. En dan voegen Want vroeger moest je er gewoon 1 appel per dag voor eten en voor de rest alleen maar vlees. Ja. Ja, en dan kan je van dus hier in de shortcut. Je hoeft dus niet af te zien voor iets wat supergoed werkt. Ja, want je kan dus als je die ketonen dus extern gaat toevoegen, dan kan je die glycogeenvoorraad, die koolhydratvoorraad, kan je dan sparen. Ja. Maar toen dachten ze, oké, dan gaan we dat in wedstrijden dan gebruiken. Maar ja, het is toch een soort van een langzame energiebron. Dus of je er dan echt veel beter van ging presteren, werd op een gegeven moment een beetje twijfelachtig. Nou, dat was dus jouw trainer toen ook achtergekomen. Er is een onderzoek geweest. Waarin ze een soort van een tour gingen nabootsen, echt een grote ronde gingen nabootsen. Dan kwamen ze erachter dat als je dan die ketonen juist gaf, direct naar de zware inspanning en nog een keertje voor het slapen gaan, dan was het herstel eigenlijk beter, echt zoveel beter, dat uiteindelijk die groep die ze dat gaven echt 15% meer trainingsbelasting aankon aan het einde, in die derde week. Dat komt vooral doordat je koolhydraten gespaard worden. Volgens mij? Nee, het komt omdat ketonen weer een functie ook hebben in de spieropbouw. En daar helpen die ketonen dan weer voor. Oké, heb ik dat verkeerd begrepen? Ik dacht, Testa zei tegen mij, dan 's nachts trek je niet je lever leeg met koolhydraten. Omdat je die ketonen dan gebruikt. En dan kom je altijd met lekkere volle benen, word je wakker. Zoiets zei hij tegen me. Nou ja, op zich is het natuurlijk wel ook de werking dat je in ieder geval tijdens het sporten kan je de koolhydratvoorraad sparen. Als het goed is, draait die koolhydratvoorraad ook niet op. Dat ziet het glycogeensysteem niet op volle toeren wanneer je ligt te tukken. Tenzij je iets anders aan het doen bent in je bed. Hebben het hier over iets wat toch even de relevantie checken. Hier is dit iets wat de luisteraar kan kopen en zijn voordeel mee kan doen? Ja, nou het is vooral als je dus nu kijkt bij een aantal teams, dan nemen ze direct zo'n drankje heel snel na de finish. En dan denk je, wat is dat dan? Ja, dat is dus dat, die ketonen. En dat is dan een heel klein drankje en dat kan je kopen inderdaad. En dat kost €35 per flesje. En dan zou je dus, als je dat direct na een zware inspanning en de dag en dan 's avonds voor het slapen gaan nog nodig hebben, dan zou je dus €70 of $70 zoiets per dag. Niet relevant dus. Ja. Eigenlijk. Dus, ja. Ik heb het nooit gebruikt. Nee, ik heb niet. Gehad. Het schijnt echt niet te hakken te zijn. Ik heb het wel eens gebruikt in de inspanning, bijvoorbeeld in een strandrace. Ja? Toen ging ik... Serieus? Ja, toen maakte ik ook Thijs Sonneveld helemaal gek. Want toen stond ik met flesjes ketonen aan de start. Dus die was bij Hoek van Holland Den Helder. Ja? Dus die stond meteen 2-0 achter. Maar ja, vervolgens ging ik naar 20 kilometer op mijn bek. Dus ik had er niks aan gehad. Dus ja. Maar wat was het volgestelde effect voor jou dan? Wat dacht je eraan? Die glycogeenvoorraad sparen. Ja. Dus ik gebruikte het toen, en dat was, hebben we het over 5 jaar geleden, om de glycogeenvoorraad te sparen. Toen was het nieuw en dan... Ik ga niet ieder dubieus product testen hoor. Hier is wel echt... want ketonen vind ik wel... Het hoort niet in een schimmig hoekje geplaatst te worden. Nee. En dat is wel gebeurd door een aantal mensen. En dat is denk ik... En daardoor wordt er nu ook schimmig over gedaan na de finish. Dan zie je Pogačar heel stiekem een flesje... Of Wout van Aert na een cross heel stiekem een flesje achterover slaan. En dan wordt... Dat slaat wat mij betreft nergens op. Alleen, het is ook in Amerika gewoon goedgekeurd als voedingsmiddel. Dus ze mogen het zelfs in een soort van... Ze mogen een cake bakken en dat mag je op de markt brengen... waar dan ketone-esters in zitten. Ketone-cake? Ik weet niet precies hoe dat in Europa zit. Maar volgens mij, als je het hebt over percentages... weet je, ga je eerst maar even op tijd douchen... Ja. Nee, laat dat biertje anderhalve staan. Ja. Als ik, laat ik het zo zeggen, ik verdien het ook niet. Als ik af en toe een biertje dronk op de kamer met de soigneur om ketonen te slikken dan s'avonds voor of te drinken dan s'avonds voor. Nee, dit is voor ons als normale stervelingen niet het eerste op het lijstje, verre van. Weet je welke shortcut je had opgeschreven? Nou? Niet te diep gaan. Ja. Nou, dat is een belangrijke shortcut, ja. Ja. Dat als mensen, dan gaan ze bijvoorbeeld 7 dagen fietsen in de Alpen. En dan rijden ze zich de eerste dagen zo op een hoop. Ja, dan dat is best wel belangrijk dat je dat, als je dat ook gelijk in het begin doet. Je moet toch een beetje weten te doseren. En dat is eigenlijk wat Laurens ook heel goed beschrijft. En met name die grote rondes. Ja, die klassementsrenners, die zijn er heel goed in om hun inspanning op de juiste momenten te leggen. En
heel goed meteen weer met het herstel bezig te zijn. Ik heb bijvoorbeeld een keer dat ik bij een doopcontrole zat. Het schiet me opeens binnen, bovenop Chamroes. En ook pislink op de dokter dat mijn eten er nog niet was. Ik zit daar een uur te wachten. Dat herstelbakkie, weet je wel, dat bakje pasta, moet gewoon nu uit de bus komen. Echt wel, misschien wel asociaal vervelend gedaan, bewijzen van. Nee, en dan laat hem ook van waarschijnlijk. Nou ja, echt. Oh, ja, echt gewoon asociaal vervelend gedaan. Dan ben je dik, ja. Ik snap het heel goed. Dat je daar vanaf zit je daar te wachten. En dan denk je, ja, morgen heb ik weer een berg. Ja. Ik moet gewoon nu eten hebben. Niet per se omdat je honger hebt, maar omdat dat herstelproces, daarmee ben je continu bezig. Ja. Mooi. Terwijl ja, je kan, als je terugdenkt, kan je misschien ook blij zijn dat je naar de controle moet. Dan heb je blijkbaar zo goed gepresteerd dat je er uitgeprikt bent. Geen op loting. Ja, ik was op loting, maar die loting die is ook niet helemaal... Dat we de loting was... Dat is onderwerp voor... Roberto zat niet in de loting. We hebben nu zeg maar even de kapstok van de grote ronde en van de ene dag naar de andere dag gepakt om te kijken wat er voor herstel relevant is. Zijn er nou dingen die... Zeg maar niet de grote thuis. Ronde gereden. Thuis. Gewoon trainen. Ja, zeker. Nou, als ik thuis kom. Eerst poets ik altijd mijn fiets. Zeg maar de 5 minuten was. Ja. Omdat daar heb ik echt geen zin meer in. Als ik gedoucht ben en gegeten heb. En dan wil ik dus op de bank tukkie doen. Dan moet ik een bakje koffie drinken. Dus ik heb echt wel een... het staat allemaal klaar, mijn poetspullen. En binnen 5 minuten is hij gewoon... Nou ja, gebruikschoon noem ik dat altijd. Dat je een dag later gewoon weer knap kan fietsen. Douchen, dus die eiwitcheck dan nog niet. En dan wel zo snel mogelijk iets knaps eten. Dus vaak tijdens het douchen staat er al water op voor pasta of rijst. Of weet ik al. Ik weet wel wat ik ga eten. Voordat ik thuis ben, weet ik al wat ik ga eten. Dat is wel. Misschien is dat wel de grote gemene delen. Dat je niet thuis gaat opeens gaan denken. Oh, wat zit er in dit kastje? Of ook brood is op. En nu? Ja. Nee, ik weet bijvoorbeeld al 's avonds van. Nou ja, dit is over van gisteravond. Nou, dan kan ik morgen dit maaltje van maken voor de lunch. Ja, dat is een goede shortcut. Ja, vooruitdenken. Ja. Moeite doen. Volgens mij zijn we er doorheen. Wil je nou weer weten? Of wil je meteen met Join aan de slag? Check dan direct de link in de show notes, in de podcast app. Of op liveslowridefast.com. Zoals Elze, elke week wordt het daar allemaal uitgelegd. Hoe je 2 weken gratis join. Bovenop die 2 weken die je toch al krijgt, is een maandje gratis trainen. Toch lekker. Volgende keer zijn we er weer. Zo is het. Met weer een nieuwe aflevering. Dankjewel, Jim. Dankjewel, Lau. Een nieuwe aflevering met alles wat te maken heeft met trainen, eten, slapen. Maar tot die tijd... Beter worden. Beter worden. Beter worden. Let's live this song. Oh, let's live like this song. Change the chords. But don't turn none away. Why looking back, babe? Looking back right now, don't you worry about the miles to come. 'Cause that road